Oké. Ik denk dat het beter is als jullie nu gewoon naar huis gaan. Uiteraard worden jullie gewoon doorbetaald. Ja. En als het misverstand uit de wereld is, dan kunnen jullie weer aan de slag. Maar dan doen we dat gewoon aan de school. Ja, sorry. Ja? Ja. Ja, oké. Doe ik. Ja, dag. Doe jij hier nog? Sorry, dit was Rob. Oh, en heeft hij je verteld dat jij totaal verkeerd bezig bent? Mama denkt dat Bing schuldig is. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat lijkt me toch ook niet, hè? Ik wilde alleen maar even checken of je niks over het hoofd ziet. Het slaat toch helemaal nergens op? In ieder geval is dit niet het moment om dat te bespreken. Ik heb Schoneman gesproken. Ik heb alles uitgelegd, maar het klopt dat ik de bedrijfsvoering niet kan overnemen. Excuus. Ja. Tevreden? Schat. Nee, niks schat. Je bent ongelooflijk. Janine, wil je hier even naar kijken? Sjors en ik hebben opzetje gemaakt voor persverklaring. Oh, nee hoor, laat maar zitten, want mijn moeder vertrouwt me niet. Natuurlijk sta ik achter jullie, echt. Ik wil alleen maar zeggen dat je niet zomaar iedereen moet vertrouwen. Ik heb het niet zozeer over Bing, maar gewoon de mensen om jullie heen. Als het zo is dat hij geframed wordt, kan het toch zijn dat dat door iemand is uit jullie directe omgeving? Ik wil daar helemaal niet over nadenken. Dat begrijp ik. Oké, ik ga nu eerst even een persverklaring opstellen met Sjors en Laura, ja? Lieverd, dit gaat echt niet lang duren, hoor. Mijn advocaat heeft snel genoeg duidelijk dat Bing er niks mee te maken heeft. Met Nina Sanders? Nee, maar dit is belachelijk. Het is een misverstand. Mijn advocaat neemt contact met jullie op. Alle rekeningen van Box en Bing persoonlijk zijn bevroren.